De werkzaamheden van het Dalian 4-project zijn in volle gang. Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, bracht onlangs een kennismakings- en oriëntatiebezoek. Het Dalian 4-project bestaat uit de bouw van een nieuwe brug over het Saramacca-kanaal ter hoogte van Beekhuizen. 7 kilometer asfalteringswerkzaamheden aan de Martin Luther Kingweg en de aanleg van een verbindingsweg tussen de Kennedy Highway en de Martin Luther Kingweg. Zoals u weet, gestart met het eerste stuk, het eerste traject van tussen Paranam en Latour. En we gaan daarbij ongeveer 130 kilometer aan wegen aanleggen. Het zijn niet alleen maar asfaltwegen, er zullen ook bestratingstrajecten in zitten, vooral kleine smalle wegen waar de asfaltmachines moeilijk komen. Maar het was ook van de regering de wens om ook zoveel als mogelijk local content te betrekken. Dus lokale aannemers te betrekken bij deze projecten. Ik kan bijvoorbeeld aangeven dat alle onderaannemers Surinaamse onderaannemers zijn. Bijvoorbeeld NV Houkes, die bouwt de brug over de Saramacca doorsteek. Kuldip Singh Infra en Tjongalanga en Baitali zijn ook onderaannemers die samen met Dalian de delen van het project zullen uitvoeren. Verder kan ik u ook vertellen dat als we gewoon kijken naar Dalian zelf, ik heb net een oriëntatie gedaan bij de brug over de Saramacca doorsteek. We zijn gaan kijken bij waar de fundering aangelegd wordt, dicht bij La Vigilancia. En we zijn nu op de asfaltplant. Dus we hebben hier een capaciteit van ongeveer 1 asfaltmolen van 160 kub per uur en nog een andere van 120 kub per uur. Dus dat hebben ze me ook laten zien. Er is een groot mechanisch lab, een asfaltlab, waar men alle proeven doet. Dus quality-wise wordt ook alles in de gaten gehouden. We hebben een onafhankelijke derde partij aangetrokken binnen het contract om de supervisie te doen en de kwaliteitscontrole. Dus dat wordt door ACE gedaan wat het wegenbouwwerk betreft samen met ingenieursbureau Syntec. En dus wat de kwaliteit betreft zijn we goed vertegenwoordigd, ook wat Surinaamse bedrijven betreft. Maar ik heb eigenlijk als heel groot verschil tussen misschien hoe Dalian werkte vanaf 1999, moet ik zeggen dat ze ook veel meer lokale, de Surinaamse, Surinamers in dienst hebben gewoon binnen het bedrijf. De in aanbouw zijnde brug te Beekhuizen die over het Saramacca-kanaal loopt, heeft een tweedelig karakter. Voor wat het technisch gedeelte betreft, zal de brug bij een hoogwaterstand een doorvaarhoogte van 5 meter hebben. De brug is 2x 3,6 meter breed en zal ook voorzien worden van een looppad dat 1,5 meter breed is. Er zal ook een rijwielpad van 2 meter komen te staan. Volgens de bewindsman is de komst van deze brug heel belangrijk. Dus de brug over het Saramacca-kanaal heeft een tweeledig doel. Er moet een renovatiewerkzaamheden plaatsvinden op de oude Saramacca-doorsteekbrug. Of de brug over het Saramacca-kanaal bij de Saramacca-doorsteek. En daarnaast hebben we ook te maken met ook de riolering is aangepakt wordt aangepakt bij de aanleg van deze brug. En wat de verkeerscirculatie betreft, weet u ook hoe druk het is, waardoor deze extra brug, een extra oversteekplaats over het Saramacca-kanaal. Dat betekent dat we een oversteekplaats hebben bij de Koesewijnenbrug. Wat betreft het verkeer, laten we zeggen, in dat gedeelte van Paramaribo. We hebben de brug over de Koesewijnen, bij de Koesewijnenstraat. We hebben de brug daar, Oud Pad van Wanica, zoals het genoemd wordt. En dan heb je de oude brug bij Saramacca-doorsteek. En dan heb je dus deze nieuwe vierde. Wat dit gedeelte betreft. Dus het verkeer krijgt meer opties om het kanaal over te steken, waardoor we een betere verdeling, balancering hebben van de doorstroming. Er zijn nog wel wat additionele zaken die nog geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld, hoe zal het verkeer aansluiten op de Van het Oegerenstraat? Daar zijn we ook verkeerskundig mee bezig om te kijken hoe we dat de beste flow kunnen komen.
De geschatte oplevertijd van dit project, laten we zeggen de brug over Saramaka-Doorsteek, samen met de riolering die ook aangepakt is geworden. We verwachten dat we dit project kunnen opleveren in het eerste kwartaal volgend jaar, 2019. Onderdeel van het Dalian 4-project is het 7 kilometer asfalteringsproject over de Martin Luther Kingweg. Hierbij worden er rehabilitatiewerkzaamheden uitgevoerd. Voor wat het technische betreft gaat het om een verhardingsweg die 8,2 meter breed is, dus goed voor twee rijstroken en één rijwielpad van 3 meter breed aan één kant van de weg. Wat dit asfalteringsgedeelte betreft, dit tracé tot aan La Tour, zijn we nog wel tot 2020 bezig. Maar dit eerste stuk, dus vanaf Paranam tot aan de, laten we zeggen, de Bokselparaweg en misschien net ietsje verder, verwachten we dat we rond over 9 maanden met dat tracé van 7 kilometer waar we nu zijn geweest, dat we over 9 maanden daar ook mee gereed moeten zijn. En dan gaan we weer naar de volgende sectie. Zoals ik aangaf, gaan we landelijk meer dan 130 kilometer aan infrastructuur aanleggen, wegen aanleggen en kunstwerken. Dus dat kunnen bruggen zijn, dat kunnen rotondes zijn. En misschien ook soms op sommige plekken gaan we ook wat duikers moeten aanleggen. Maar als ondersteunend voor het weggedeelte. Dus dat. Laten we zeggen, wat de prioriteiten betreft, zijn het landelijk wegen die gerehabiliteerd moeten worden. En is op sommige locaties zijn het compleet nieuwe wegen die op dit moment onverhard zijn. Hoe is de wegenlijst tot stand gekomen? Natuurlijk hebben we eerst op het ministerie gekeken naar de hoofdverkeersroutes, de staat van waarin deze zich bevinden. Daarna zijn we gaan kijken naar ook de ontwikkeling van bepaalde delen van districten. Dus bijvoorbeeld welk deel zien we dat de uitbreidingsrichting in Wanica is. En dan hebben we dus gekeken naar de aanvoer- en afvoerroutes voor dit verkeer. En aansluiting op de hoofdwegen. Dus we zijn in alle districten zijn we met de districtscommissaris in overleg geweest met de RR en DR-leden. De DNA heeft, zoals u weet, altijd tijdens de begrotingsbehandeling een aantal wegen die ze opzommen waarvan ze de aandacht van het ministerie vragen. En deze dingen zijn allemaal meegenomen en zo is dus de wegenlijst op basis van prioriteit en behoefte tot stand gekomen. En daar werken we dus de komende jaren dan aan. Ook opgenomen in het Dalian 4-project is de verbindingsweg tussen de Martin Luther Kingweg en de J.F. Kennedy Highway. De verbindingsweg zal aan weerszijden over twee rijstroken van elk 3,6 meter beschikken, terwijl de weg totaal 10 kilometer wordt. Dit project is gepland om het in 2020 af te ronden. Gelet op het doel van deze verbindingsweg zegt minister Pengel dat er een betere doorstroom van het verkeer zal zijn vanuit Zanderij naar de stad. Er komt ook voor de doorstroming van het verkeer dat vanuit de weg naar Apura of vanuit de airport komt. Is het onze wens om dat verkeer binnen een half uur in Paramaribo te hebben. Omdat we weten dat de Indira Gandhiweg een aantal zijwegen heeft waar dus verkeer in moet slaan of dat verkeer dat uit die zijwegen komt afslaat op de Indira Gandhiweg, heb je heel veel vertraging op die weg. Of het is wel misschien in afstand de kortste weg van, laten we zeggen, vanuit de airport naar de stad, naar Paramaribo. Maar vanwege al dit kruisend verkeer heb je enorm veel vertraging. Het aantal kruisingen op de Martin Luther Kingweg is aanzienlijk minder en daarom is dus die voorzienigheid geweest om dus een zogenaamde corridor te maken tussen de Kennedyweg en de Martin Luther Kingweg. Een verbindingsweg te maken via de plantage Hanover om zo het verkeer heel snel af te voeren over de vernieuwde Martin Luther Kingweg, highway zoals ze het noemen, naar Paramaribo. Review.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een introductiebijeenkomst gehouden met het college van districtscommissarissen in het kader van de komende algemene vrije en geheime verkiezingen. Binnen de verkiezingsorganisatie zal in de fase van voorbereiding ook bijzonder de nadruk worden gelegd op de samenwerking met andere verkiezingsactoren. Volgens artikel 86 van de kiesregeling is de vaststelling van de dag van de verkiezingen voorbehouden aan de president van de Republiek Suriname. En we gaan ervan uit dat die op 25 mei 2020 zal plaatsvinden. Dat is vanaf nu gereden nog 2 jaar, heel trapjes. Misschien lijkt het toch nog ver. Doch een goed begin is het halve werk die ons onnodige stress en spanningen zal besparen. Daarboven is ons streven gericht op kwaliteit. Kwaliteit houdt hierin het correct, ordelijk, feilloos, de zaken zijn zonder fouten, de verkiezing laten verlopen. In 2019 zal het ministerie van Binnenlandse Zaken de pre-electorale fase ingaan. Daarna zal in 2020 de overgang worden gemaakt naar de electorale periode. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, alsmede de regering, zijn van hun verantwoordelijkheid en haar plicht bewust de verkiezing met prioriteit te organiseren en uit te voeren. De ervaring is dat naargelang de dag van de verkiezing nadert, de verkiezingswerkzaamheden een hoger tempo van uitvoering vereisen. Aan het college van districtscommissarissen worden in dit kader belangrijke taken en verantwoordelijkheden toegekend. Ik ga er a priori vanuit dat u de opgedragen taken serieus zult nemen en aan behoren zult uitvoeren. Daarnaast wil ik u aansporen om gebruik te maken van de opgedane praktijkervaring. Een goede, heldere communicatie met alle betrokkenen is een voorwaarde om misverstanden te voorkomen. Met 11 fanfaren is het Sophia Slus Community Center officieel in gebruik genomen door minister Dalini Gopal van Sport en Jeugdzaken. Dit centrum is een schenking geweest van de Volksrepubliek China voor de gemeenschap van Sophia Slus. Minister Gopal zegt dat het ministerie conform het beleid van de regering uitvoering geeft aan het jongerenbeleid. Volgens haar zal de regering te alle tijden een beleid voeren dat de maximale conditie en randvoorwaarden schept voor de jeugd. Wij zijn als ministerie vanuit onze eigen verantwoordelijkheid reeds bekend met de verschillende issues waarmee onze jongeren dagelijks mee te maken hebben. Maar we kunnen niet alles in één keer oplossen. We maken vandaag een aanvang en met de verschillende bijstandprogramma's zoals coaching, counseling, begeleiding kunnen we een aanzet geven om tot de ideale situatie te komen. Het beschikken over een multifunctionele zaal is daarbij een bijzonder grote waarde. Wij zijn Volksrepubliek China daarom bijzonder dankbaar dat wij door tussenkomst van de ambassadeur Zijne Excellentie Zhang vandaag het start zijn mogen geven aan de activiteiten waarvoor dit centrum is opgezet.
De vertegenwoordiger van de ambassadeur van China in Suriname, Zhen Wenxian, heeft het belang van de samenwerking tussen zijn land en Suriname benadrukt. Hij is blij dat China een bijdrage kan leveren aan de verdere vorming van de Surinaamse jeugd. Dit gemeenschapscentrum moet het fysieke welzijn van de jongeren in de omgeving helpen bevorderen. With this recreation center, we can let our children, especially those youth, they can fulfill their dreams. So that's very important. That's why we dedicate this project here. And that's the aim of us, to aid Suriname, to let Suriname people have better conditions, to enjoy yourself, to have more chances to learn something and to be more excellent and to fulfill your dream at last. So here I'd like to express my thankfulness to both Chinese government and also Surinamese government for their so substantial and excellent cooperation. Na het formeel gedeelte werden de jongeren in de gelegenheid gesteld om te participeren aan verschillende lessen zoals Awassa en Chinese dans, apintidrum, thaiboksen en huiswerkbegeleiding. Naast een speeltuin en sportvelden beschikt het gemeenschapscentrum ook over een fitnessruimte, een computerlokaal en een zaal voor het houden van sessies en trainingen. Het gemeenschapscentrum wordt ook gebruikt als ontmoetingscentrum voor informatieve doeleinden en talentontwikkeling.